Ik weet niet meer wanneer precies, maar er was eens een koster in Denderleeuw en voor zijn huis stond een boom. Dat ik hier, op de buiten, in dit gat, veel gewoon ben, is zeker. Het slechtste zijn de mannen, zoals de koster van hier rechtover, die elke dag een paar keer tegen mijn schenen piest. Onvoorspelbaar zijn de vrouwen, zoals die opgedirkte pauwin met al haar bling-bling. Vrouw van een goudsmid, wat wilt ge? Een stadsdame met accentjes, maar smoorverliefd op de koster. Die balkende duivel met zijn schijnheilige pastoorsoogjes. Ha, over de duivel gesproken. Daar speelde ik dus, elke avond, in die bomen prachtige hymne. Met dit vrouwtje dat het graag had, en niet alleen dat. En die geloofde dat ze niet door mij, maar door haar koster was bezeten. Hoe ze rond hem draait, met haar veel te brede heupen. En hoe ze dan wijn drinken, miswijn, met sloten. Chérie, een klap op je kont, je viens. Helse kabaal van haar gejank. Zingend en lallend krijgt ze de hele nacht onder mijn kruin. En dan de koster vanuit zijn raam, hoe hij naar de sterren mikt. En ook een beetje naar haar. De onnozelaar, alsof kogels mij de duivel iets kunnen maken. Alsof ze mij kunnen raken. Wacht ze, dacht ik zo bij mijn eigen. Ik zal haar muziekske nog wat luider zetten. En toen schoot de koster met gewijd zout. En hoorde ik haar roepen en tieren als een krolse kat. Vuurwerk in de nacht. Tot plots de stilte oorverdovend werd. Getroffen in haar nek een gat. Haar massief gouden ketting viel op de grond. En het was gedaan met spelen. De smid zal het nu wel weten. Isabel danst graag zo traag. Isabel danst zo graag. Isabel danst heel erg traag. Isabel danst zo graag. En Isabel danst heel snel. En het vel van Isabel glanst fel en stel. Zij kreeg de duivel. Gezel. Oh, dan danste ze hem naar de hel. Isabel danste, wie danste naar zij? Een jongeman in zeer zwarte kledij. Mag ik van jou een laatste wals? Oh, zijn stem klinkt tamelijk vals. Met oren zo koud als de maan. Kijk daar, Isabel. Aan. Zij kennen geen vreugde, geen verdriet. Nee, een hart bezit hij niet. Hij neemt Isabel bij de hand. Hij danst zo galant en charmant. En uit de vloer slaan vlammen op. En Isabel roept nu stop. Maar zo traag. Ja, de duivel danst heel graag. Oh, de duivel die danst zo traag. Ja, de duivel danst zo graag. En de duivel danst met Isabel. Liefje, ik dans met jou naar de hel. Een muur van vuur in ons
Isabel. En zijn vuilglas fel Isabel, dans met de duivel als gezel. Onze dans met hem naar de hel. In de herberg van Steven, een straat in Moorsel, werd er vaak en veel gedronken. Daar had ik natuurlijk niks op tegen, want hoe slechter de mensen zich gedroegen, hoe liever ik het had. Vooral Wiese, een boerenknecht uit Baardegem, zag ik graag bezig. Op een dag verbraste hij naar goede gewoonte zijn weekloon en waggelde de deur uit. Onderweg viel hij een vrouwmens lastig. Hij was van alles met haar van plan, maar het enige dat hij te pakken kreeg was een hoedje dat met spelden stevig aan haar knot zat vastgeprikt. Hij moest flink rukken en viel bijna met zijn klikken en zijn klakken in het tarweveld. Teleurgesteld braakte hij een paar verrukkelijke lelijke vloeken uit en propte het hoofddeksel in zijn koffertje. Wat was hij daarmee van plan? Zou hij daar een ander vrouwke mee willen versieren? De beroofde dame huilde en liep met loshangende haarstrengen naar huis. Dit was voor mij het moment om die smeerlap eens een lesje te leren. Als het meeviel, kon ik hem zelfs meenemen naar de hel. Ik veranderde mezelf in een doodskop en kroop in zijn koffertje. De hele nacht hield ik me koest en luisterde naar zijn eindeloos gesnurk. Toen hij 's morgens zijn valiesje opendeed, schrok hij zich rot. Godverdomme, krijste hij en gooide me de deur uit. Maar ik sprong even rap weer in huis en dook de koffer in. Hier moet ik van verlost worden, riep hij uit. Tot mijn grote ergernis rende hij direct naar het klooster. Ik was al blij dat hij niet de kerk gekozen had, want dan had ik mijn gat goed verbrand. De pater zweeg lange tijd. Ik heb zoveel slechte dingen over u gehoord, Wiese. Dat ge drinkt en de vrouwen niet gerust laat en dat ge u een bijbel hebt verbrand. Maar de duivelskracht moet verbroken worden. Deze nacht moet ge om 12 uur op pad gaan en pak dat doodshoofd mee. Kent ge de dikke linde in Aegem? Wel, zo ver moet je niet stappen. Zorg dat je bij het krieken van de dag op het kruispunt op de Koudenberg van Meren onder de Jesuitenmolen staat. Onderweg zult je iemand tegenkomen, maar je moogt er niks tegen zeggen. Zorg ervoor dat je zwijgt en dat je minstens 1 keer een haan hebt horen kraaien voor het kruispunt hebt bereikt. Ja, en als ik gewoon thuis blijf? Dan vrees ik dat je naar de hel gaat, Wiese. En als je het allemaal overleeft, geef je dat hoedje terug aan die schooljuffrouw. Oh, ja, ik beloof het, zei Wiese. Ook al wist hij dat het hoedje in rook was opgegaan. Midden in de nacht pakte Wiese zijn koffer en ging op weg. Het was stikdonker in de koffer en ik had reeds lang spijt dat ik me in een doodskop had veranderd. Maar de pret moest nog komen. Als Wiese zijn bakkers opendeed, voordat hij bij het kruispunt was en er had geen haan gekraaid, dan was hij er gloeiend bij. Het was verdacht stil buiten. En ik werd onder Wiese zijn lompe stappen wreed heen en weer gerold in de koffer. Ik vreesde hevig voor een schedelbreuk toen ik voetstappen hoorde naderen. Ik wist meteen wie daar was. Goedenavond, Wiese. Zo laat nog op stap. Wat zit er in die koffer? Klonk een vriendelijke stem. Ik hoorde in de verte een schor. Kukkelekuu. Hoor ik nu een haan kraaien? Vroeg de vreemdeling. Wiese zwierde minder hard met de koffer, maar zweeg.
Wat voor een dommerik was hij toch. Hij hoorde een haan en toch piepte hij niet. Ik zie ineens zoveel zweetdruppels op uw voorhoofd. Scheelt er iets? Vroeg mijn handlanger opnieuw. Stilte. Ik hoorde weer een kukkeleku. En Wieze bleef maar zwijgen en zwaaide me opnieuw ruw heen en weer. Verdomme, nu had ik koppijn en straks waren we bij het kruispunt en was al mijn moeite voor niets geweest. Toen klonk er een derde gekraai. Ik ben op het kruispunt, schreeuwde Wieze, en deze keer heeft er een echte haan gekraaid. Ik donderde met veel bliksemschichten uit de valies en keek hem met holle ogen aan. Wat zevert ge nu? Vroeg ik. Die eerste twee keer heeft een koekeloeren man gekraaid, riep Wieze. Een haan is een haan. Ik heb hem duidelijk horen kraaien, zei ik. Een echte haan mag alleen kraaien als de zon opkomt, zodat de mensen op tijd naar hun werk kunnen. Een koekeloerman is een haan die voor 1 mei is uitgebroed en enkel goed is om in de pan te draaien, want hij kraait elk uur van de nacht en dat werkt op iedereen zijn zenuwen. Ik had het kunnen weten. Die boerenknechten hebben meer verstand van hanen en kiekens dan wij. Met veel gedonder en bliksems heb ik Wieze naar huis gestuurd. Hij rende als een haas door de stikdonkere nacht. Een week lang is hij binnengebleven. Maar daarna zat hij weer op café om zijn verhaal te vertellen. Over het hoedje van de schooljuffrouw heeft hij nooit meer gesproken. Zonder smet, maar hoe met in dit cabaret, op nu naar het volgende couplet. Avond, avond beloond met eten, geofferd, geëerd, nooit vergeten. Cabaret, op nu naar het volgende couplet. Ze willen dit, ze wensen dat, is altijd iets en altijd wat. Maar hoe met die wil niet langer, wie hem vindt, daar is de vader. Maar hoe met wie, maar hoe met waar, de gouden god onvindbaar. Maar hoe met hoe, maar hoe met wat. De verdwenen goudschat. Maar hoe bent gij vreemd sujet, met cachetten zonder smet? Maar hoe bent in dit cabaret, op nu naar het volgend couplet? Maar hoe bent gij vreemd sujet, met cachetten zonder smet? Maar hoe bent gij vreemd sujet, met cachetten zonder smet? Maar hoe bent gij vreemd sujet,
met cachetten zonder set. Waarom bent gij vreemd sujet met cachetten zonder set? Waarom bent gij vreemd sujet met cachetten zonder set? Waarom bent gij vreemd sujet met cachetten zonder set? Waarom bent gij vreemd sujet met cachetten zonder set? Cachet en zonder set.